We zijn belast geweest met de organisatie samen met de minister van Buitenlandse Zaken, Bibes, en Justitie en Politie. En we hebben eigenlijk met werkgroepen bijdragen geleverd. Weet je, vanaf protocol tot in verschillende werkgroepen, transport, opvangen van gasten. Een heleboel werk is vooraf gegaan en Defensie heeft gewoon bijgedragen in die werkgroepen om die conferentie te organiseren, het programma, een heleboel dingen. Ja. En wat betreft de thema's, heeft Defensie ook daarin een bijdrage kunnen leveren? Ja, we hebben als werkgroep of nou als team gediscussieerd. En dat was toevallig een vergadering die ik moest leiden van waarover zal die conferentie gaan? Want transnational organized crime is zo'n grote thema, organized crime. En toen hebben we dit item genomen en we hebben toen daar nog een onderverdeling gemaakt van wat is nu actueel. En dat hebben we dus echt gebrainstormd en vastgelegd. Ja. En u heeft met de verschillende participanten ook gesprekken kunnen voeren. Wat zijn de verwachte resultaten? Nou, ze zijn heel blij dat deze conferentie georganiseerd is door Suriname. En ze zeggen het is op tijd na COVID zo. Want georganiseerde criminaliteit kan je echt aanpakken wanneer er vertrouwen is. Wanneer je mensen kent, dan ben je bereid om informatie te delen. Dus ze zijn heel erg blij. Iedereen complimenteert Suriname voor de organisatie van deze conferentie. Want het is niet alleen dat Suriname profiteert of belang bij heeft, maar ook alle andere landen hebben belang bij. En wat je merkt is, door het samenbrengen van al die landen en al die organisaties, dat er heel veel contact gelegd wordt. Heel veel wordt genetwerkt. Landen die heel lang elkaar niet hebben ontmoet, nieuwe mensen die in functie zijn gekomen, dat ze kennis maken, dat ze nummers uitwisselen, dat ze afspraken maken. En voor ons ook is dat geweldig, dat wij los van die conferentie, maar gewoon in de tijd die we ertussen hebben, dat we gewoon bilateraal gesprekken hebben. Ik heb vanmorgen met de minister van Jamaica gesproken. Ik heb met de minister van Defensie van Belize gesproken. Ik heb net met de EU gesproken. Ik heb met Nederland gesproken. Dus ik heb met een aantal landen gesproken. En dat geeft ook weer nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Ja, dus met het oog daarop, wat is dus het vervolgtraject? Voor ons, kijk, aanpak van georganiseerde criminaliteit is iets van justitie en politie, maar wij als Defensie ondersteunen. We hebben een hele grote rainforest, dus echt jungle, binnenland. En daar gebruiken dus georganiseerde groepen die binnenland om drugsdroppings. En we hebben gezien in de afgelopen periode jaren een toename van droppings, een toename van inbeslagnames van drugs die gerelateerd waren aan Suriname. En we moeten echt actie ondernemen. En deze conferentie is echt een heel sterk signaal. Niet alleen naar de internationale gemeenschap, maar ook naar de georganiseerde criminaliteit. Dat we niet stilzitten, dat we actie ondernemen, dat we samenwerken. Dat is één. Twee is dat wij als Defensie ook door aanwezigheid in het binnenland, op diverse gebieden, in diverse gebieden, preventie willen bevorderen. Want onze aanwezigheid zal maken dat we criminaliteit een beetje ontmoedigen, illegaliteit ontmoedigen. Dus we willen daarom onze aanwezigheid in het binnenland vergroten. Maar we willen ook justitie en politie ondersteunen in alles wat ze ondernemen. Want we zitten in een crisis, we hebben weinig capaciteit en middelen. En ik denk dat de kracht en het succes voornamelijk zal zitten in bundelen van de capaciteiten, bundelen van middelen die we hebben en gezamenlijk de doelen omschrijven en aanpakken. En ik denk dat is de enige manier om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Het gaat eigenlijk niet eens, want heel veel mensen in Suriname weten niet waar het om gaat. Het gaat eigenlijk bij georganiseerde criminaliteit om gewone mensen die slachtoffer worden, die drugsverslaafd worden, die slachtoffer worden van mensen die ze vragen om bijvoorbeeld drugs te posten. Om die misbruik maken van hun eigenlijk kwetsbaarheid. Misbruik maken van de armoede. Vrouwen die in de porno-industrie belanden. Vrouwen die gesmokkeld worden, die als slaaf gebruikt worden. Het gaat om misbruik eigenlijk. En het gaat dus eigenlijk, georganiseerde criminaliteit gaat eigenlijk ook om gewone mensen die slachtoffer worden, die vreselijk te lijden hebben. En het gaat om die veiligheid van niet alleen die mensen, maar iedereen. En wat je merkt is dat
criminele netwerken zo powerful worden, zo sterk worden, dat ze zoveel macht verwerven dat ze eigenlijk je hele structuur en instituten ondermijnen. En dan kom je in een cirkel, want zwakke instituten die gaan corruptie faciliteren en corruptie leidt tot armoede. En dan krijg je armoede in die samenleving. En het is die cyclus die we moeten gaan doorbreken eigenlijk.